De stichting One Stop Shop voor chronische ziekten heeft gisteren 10 case managers afgeleverd. De organisatie is in januari 2017 gestart met 13 cursisten, van wie 10 de opleiding succesvol hebben afgerond. De stichting helpt huisartsen met de jaarlijkse screening op chronische ziekten. Al gauw bleek dat er meer case managers nodig waren en daarom zijn wij begonnen met de opleiding, zei Maria van Streethaftig, diabetesverpleegkundige van de One Stop Shop van het AZP. De voorzitter van de One Stop Shop, Ragna Wolf, is trots op de cursisten die de opleiding succesvol hebben afgerond. Ze gaf aan wat ze allemaal te wachten staat. Het staat voor, is eigenlijk een plek voor patiënten met diabetes mellitus. En zij kunnen dus daar terecht voor een uitgebreide screening. En deze screening houdt in eigenlijk dat er nagegaan wordt hoe hun levensbeloop is. Ze doen een wandeltest, er worden retinafoto's gemaakt, voetonderzoeken worden gedaan en dat alles wordt vastgelegd. De laatste maanden is de nood of zeg maar de noodzaak om meer case manager op te leiden is zeg maar toegenomen en daarom zijn er dus nieuwe case managers aangetrokken. Goed, van zoals mevrouw Streethaftig aangaf, van de 13 aanmeldingen hebben 10 de eindstreep behaald op 12 juni 2012. Namens het bestuur wil ik u allen van harte feliciteren met het behaalde resultaat, wetende en hopende dat u zich met geheel uw hart u zal inzetten voor de job. Volgens Uja van Hetten, vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, is het aantal mensen met chronische ziekten toegenomen, waardoor de vraag naar begeleiding ook groter is geworden. Van Hetten zegt dat dit vraagt om nieuwe inspanningen en daar heeft de One Stop Shop op ingespeeld. Voor de mensen met chronische ziekte. Met de interne training voor case managers betekent dit het professionaliseren op kwaliteit van leven. Waarbij de regie in handen van de cliënt is. Net als in andere landen zal in Suriname het aantal mensen met de chronische ziekte in de komende decennia toenemen. Schone feit. Steeds meer mensen zullen dus een beroep doen op de gezondheidszorg vanwege het ouder worden zal ook het aantal mensen met meerdere chronische ziektes toenemen. Hierdoor zal de vraag naar zorg en begeleiding ook in zwaarte toenemen. Vandaar dat scholing en bijscholing van eminent belang is. Ongeveer de helft van de mensen met een chronische ziekte ervaart lichamelijke beperkingen die de zelfredzaamheid en deelname aan activiteiten in de samenleving aantasten. Aldus Uja van Hetten, vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid. Zij sprak gisteravond bij de uitreiking van de certificaten aan 10 case managers voor de One Stop Shop voor chronische ziekten.